Ook Ede heeft zijn eigen volkslied. Mijn Stad werd geschreven en gezongen door André Erken. In dit interview met de zanger vertelt hij meer over zijn lied. Wat was de aanleiding voor dit volkslied? Dat was eigenlijk het afscheid van burgemeester Van de Knaap. Daar hebben we het in principe voor gemaakt. Vandaar dat het eigenlijk al in april is opgenomen in de studio. Dat is toen uitgebracht. We hebben het eigenlijk met Koningsdag al gepresenteerd, de cd. En toen hebben we de zomermaand hebben we daarna de dvd gemaakt met de clip erbij. En bent u zelf ook een zanger? Nee, ik ben geen zanger. Nee. Ik heb wel een muzikale opleiding gehad. En ik zou vroeger wel naar het conservatorium toe gaan. Maar dwarsluit en zang erbij dan. Dus je hebt natuurlijk wel een achtergrond, dat wel. Waarom bent u dan uitgekozen om dit nummer te gaan zingen? Ja, dat is 2 jaar geleden al een beetje begonnen met een Sint-Nicolaas intocht. En ja, aan de hand daarvan hebben ze nu gevraagd dat ook wilde doen. Dus. En heeft u dit lied zelf geschreven? Ja. Zowel de tekst als de muziek. Heeft u hier wel hulp bij gekregen of heeft u alles alleen gedaan? Kijk, in de studio gaan we natuurlijk een beetje brainstormen. Kijken van hoe wil je het precies hebben, de muziek, et cetera. Maar de hoofdlijn heb ik zelf wel gemaakt, ja. En waarom een volkslied over Ede? Nou, dat volkslied is eigenlijk een beetje zo in één keer ontstaan. Het was natuurlijk het afscheidscadeau zeg maar, van de burgemeester van het Comité Nationale Feestdagen. En alle opbrengsten van die cd gaan ook naar het goede doel. Dat is het Toon Hermanshuis. Dat is voor kankerpatiënten. En daar hebben we het eigenlijk voor uitgebracht. En ja, het is nu in één keer gebombardeerd tot Edes volkslied. Maar dat is niet mijn intentie gelijk geweest. Wat gaat er verder nog gebeuren met dit nummer? We hebben wel begrepen dat TV Oranje, die hebben interesse om het wel te gaan uitzenden. Dus die willen dat we gaan meegenemen. Dus ja, dan wachten we wel af. En de video staat ook al op YouTube? Ja, dat is wel helaas iets te snel gebeurd. Want dat was dus eigenlijk bedoeld om eerst natuurlijk de dvd's te verkopen voor dat goede doel. Maar ja, goed. Bent u van plan om nog meer nummers te gaan uitbrengen? Ja, je weet het niet. Hè? Ik bedoel, wat op je pad komt. Bedoel, 2 jaar geleden hadden we dan voor de Sinterklaas toch nu dit. En niet direct, maar goed, als het een keer zo voorbij komt, wie weet.